Je doet toch techniek? Ja, techniek breed. Niet breed? Ja, de sectoren van hout, metaal, elektro, motorvoertuigen. Ah, cool. Ja, ik doe hout bewerken. Je weet wel, met elektro en hout. Ah, cool. Kunnen we een stukje laten zien? Hey, ik hoorde dat je nieuw was. Weet je welke sector je gaat kiezen? Nee, niet precies. Welke doen jullie? Ik heb economie gekozen als richting. Wow, wie is die mooie meid met die bril daar? Dat is Sherman. Wauw, zij is wel heel leuk. Dit is motorvoertuigen. Dat wil ik denk ik gaan doen. Hey, dit zijn de meiden. Misschien kunnen hun ook wat laten zien. Hallo mevrouw, ik ben Bas. Ik ben Isanne. En ik ga u vandaag verzorgen. Ja. Wilt u misschien nog omhoog komen? Is het ook voor jongens, denken jullie? Ja, tuurlijk. Vind je het leuk? Ja.
We hebben meerdere scholen bekeken en dan vonden we deze toch echt een leuke school. En er zijn toch wat kinderen die misschien wat minder lang in de banken kunnen zitten. Is dat heel fijn dat ze ook wat met de handen kunnen doen. Ik vind het eigenlijk wel dat je meerdere kanten van het leren benadert. Het techniek, verzorging en theorie. Dus je kan wel ruiken aan de praktijk. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, zij is begonnen in de eerste basiskader. En dat ging zo goed dat ze advies gekregen hebben om toch wat meer theorie te doen. Dus het is de gemengde leerweg volgt ze nu. En dat gaat prima. Het is wel hard werken. Maar ze doet het goed. En hij was overtuigd wat hij wilde worden. Na de stage is dat dus veranderd. En hij is na de stage gelijk naar de leerkracht hier gegaan. Die heeft hem ook heel goed in begeleid. En nu heeft hij hele andere plannen. Yeah.